De Rabobank stopt per 31 december met de sponsoring van de professionele wielerploegen, zowel bij de mannen als de vrouwen. Dat maakte de bank vrijdag bekend. Rabobank is tot het besluit gekomen na het verschijnen van het rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA. Dit rapport spreekt volgens de bank boekdelen. De bank is niet meer overtuigd dat de internationale professionele wielerwereld in staat is om een schone en eerlijke sport mogelijk te maken. De Rabobank begon in 1996 met de sponsoring van de profploeg. De bank blijft wel verbonden aan de amateursport, de jeugdopleiding en het veldrijden.